Wie zonder ticket naar het Kuipke afzakt, komt vergeefs. Geen kaarten meer te koop voor de zesdaagse. We spelen vanavond met gesloten deuren en morgen ook. Woensdag zag wereldkampioen Bonen een valpartij met Marco Villa. Door een heupblessure rijdt de Italiaan voorlopig niet. De lokale held Keijsen is de publiekslieveling. Met ploegmaat Matthew Gilmore deelt Keijsen al twee nachten de lakens uit. Het is natuurlijk ook de sfeer in de zaal is beter of andere jaar nog. Je ziet dat het publiek werkelijk de zijde kiest van onze nationale ploeg die het ook heel goed doet. En dat maakt het natuurlijk bijzonder aangenaam. Hè? Keijsen tegen Slippes in de finale van de afvalling. De 22-jarige Gentenaar wint en zorgt voor vuurwerk op donderdag. Hij zal nog zeker verbeteren. Hij gaat verbeteren tot hij 30 jaar is. Intussen wordt de winnaar van de grootste Belg bekendgemaakt. En de lawaaierige Dernies komen in actie. Er staat ook een nieuw nevennummer op het programma. De Keirin moet voor nog meer spektakel zorgen in het Kuipcup.